Tot welke leeftijd heb jij zo in de kerstman in zo geloofd? Tot het derde studiejaar. En ik weet nog heel goed, dat is eigenlijk wel heel grappig, dat ik het denk 2 weken voordat het kerstmis was, dat ik wist van de kerstman bestaat niet door mijn vriendinnetjes op school. En ik heb dan 2 weken echt mijn mond gehouden omdat ik dacht van dat ik dan anders geen cadeautjes van mijn ouders ging krijgen. Geweldig. Wel, als kind had ik die dingen. En dan moesten ze iedere dag zo dingetje pakken, kregen zo'n chocolaatje. Dat vond ik echt keiplezant. Dus ze echt altijd uitkijken naar kerstmis. Naar kerst. Maar hoeveel kerstbomen staan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, heel veel. Volgens mij zijn er wel 20. Ah, zie je, daar ook nog. Je hebt thuis iemand die je verwint met de nodige cadeautjes? Dat hangt er vanaf wat voor cadeautjes. Eigenlijk hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Want als je veel liefde krijgt, dan is dat op zich ook al een heel schoon cadeau natuurlijk. Hè. Is dat zelf ook heel romantisch? Of is het vooral van zijn? Nee. Ik ben veel te romantisch. Ik word heel emotioneel. Dus zeker als ik zo van die films of van die series kijk, dan heb ik altijd zoiets van... Oh, tof en kijk hoe schoon. En dan is er zo'n romantisch moment. Dus dan moet ik onmiddellijk zo bij mijn nieuwe zetel kunnen gaan liggen en die zo vastpakken. Ja. Wat staat er dit jaar voor u op het verlanglijstje? Voor mij? Ja, dat zou er zelf graag willen. Rust. Rust? Een pakje rust, hè? Een pakje rust, ja. Een weekje vakantie of zo. Ja. Ik ga wel iets hebben, maar het is niet echt zoiets bij wat ik zeg van wauw, dat vind ik geweldig. Wat als sommige mensen, zoals die bijvoorbeeld, zo dat super kitschig. Dat vind ik niet mooi. Nee, hè? En dat ook niet. Nee. Liever zo... Hebben ze pak weer een of andere band gehad? Nu is het helaas. Ik heb niet gezegd. Kijk, ja, joh. Ik ga die wel een cent geven, hè. Mijn collega. Jingle bell rock. Jingle bell ring. Die zult een aken altijd. Ja? Als ze een aken gaan, is hij daar. Oh, ik weet dat ik ooit eens als kind zo een sponsen pyjama van mijn mama had gekregen. Ik denk dat ik toen een jaar of 14 was. Ik heb die eigenlijk, ik denk sinds tot en met vorig jaar of zo nog altijd gedragen. Oh, ja, is dat een vrij groot of jij bent niet meer gegroeid? Ik denk niet dat ik nog gegroeid ben daarna. Maar ik was op laatste zo versleten en ik had zo de gewoonte als puber om zo op mijn mouwen te sabberen eigenlijk en daar zo speeksel in te duwen en dat dan daarna uit te zuigen. Ik weet niet waarom of ik weet niet wie ik daarbij kwam. En die mouw die was dan helemaal uitgeleurd en dat kun je niet meer bijhouden dan. Nee. Maar die heeft wel zijn dienst gedaan. Oh ja, dat was echt zalig. Eventjes geld pinnen voor onze koffie te betalen, is het goed? Ah, wel, dat is goed. Ik ga even naar die schoenen daar kijken en mij checken. Zo. Ik ben kei blij met mijn nieuwe schoenen. En ben blij dat ik nu op mijn gemak even een thee kan drinken. Ja, ik heb al een theetje besteld voor jou. Merci. Zeer lief. Met de koffie, dat drink je niet, dacht ik? Nee, de koffie drink ik niet. Is dat voor jouw stem of zo dat je dat doet? Nee, het is gewoon omdat ik thee lekkerder vind. En ik lust koffie wel, maar ik drink veel liever thee. Oh ja, mijn schat. Zo, ja. Maar de schat. Je hebt er niet meer aan de lucht. Ik ben dat is zeer lief. Hij is donker en bijna blonde. Mag mee blonde. Dat is niet erg. En dan zijn jullie weer al content in Keulen en we zijn er hier zijn gekomen. Amai, ik ga iedere week naar hier komen. We worden verwend. Allee, school hè. Mm-hmm. Dit in het grote warenhuis Kaufhof, waar je superleuke kerstartikelen en lingerie vindt.
Als we lingerie moeten passen, gaan we nog wel iets moeten natonen. Jawel. Jij moet beginnen. Ik geef u het startschot. Ik zal mijn jas al uitdoen, dat is toch wel een goede. Maar ik zie hier toch wel al heel schoon dingen hangen, hoor. Dragen? Vaak niet, maar ik vind het wel heel mooi. Heel ja. mooi. Echt een heel schoon. Echt van, dat hem zegt van, oh, dat vind ik geweldig schoon of dat vind ik vies. En soms dan lopen ze van bij een etalage en zeg van, allee, wat ziet jij er nu graag van? Dan zegt hij van, ja, dat vind ik wel oké, maar dat is niet zo echt iets, ja. Maar dat hem zo zegt van, oh, dat vind ik geweldig of dat zou mee opwinden of dit of dat ja. helemaal. En liever push-ups of heb je zoiets van, nee, zoals dit, dat is zo... Wel, hier moet je echt dikke borsten voor hebben, hè. Ja. Dus daar ben ik jammer genoeg niet groot genoeg geschapen voor. Het probleem is wel, we zitten hier in Kauwhof, hier al een groot probleem om te filmen sowieso. Dus wij gaan hier absoluut niet uit de kleren gaan, dus we gaan onze kijkers een beetje moeten teleurstellen met Katrien. Maar moest jij nu jezelf moeten ontkleden, zou ik maar zeggen, in een lingerie-show, zou je dat dan ook doen? In een lingerie-show? Of hoe wat bedoel je? Geen show bij ons in het programma In Fashion. Oh, ik ben toch wel een beetje verlegen. Ja, verlegen. Voor een fotoshoot vind ik dat wel anders. Dat is echt zo op je gemak. Maar om echt te wandelen in lingerie en nee. Misschien dat we mogen helpen om ze mee te pakken. Zon is gaan hoor. En het zijn drie dames. Also, was... Was machen Sie? Wir können keine Deutsch sprechen, aber wir können probieren, ja? Ja. Wir machen einmal mal durch und die drei Ja, ja. Wir müssen das schmeißen, ne? Nein, nein, niemand. Ein Wurstel zu machen. Ich denke, dass wir uns volgend Jahr müssen inschrijven für den Hobbykok. Ik denk dat niet, in mijn geval. Kan jij koken? Als ik wil wel. En als ik daar tijd voor heb, ik trek mijn plan in de keuken wel. Zwaai er af, een stik! Wat is dat nu? Eens was voor ons. Thank you very much. Dankeschön, dankeschön. Thank you very much. Ik heb een handschoen. Bedankt. Tschüss, tschüss, Clem. Weer lieve dag. Hartje dat je zo in twee moest breken, zo iedere helft. Ja, toen ik 14 jaar was, een Stefan. Een Stefan. Gaan we een glowwine drinken? Ik heb eigenlijk een beetje opwarming nodig. Wel, jij moet een glowwine drinken. Jij niet? Jij zit niet aan de alcohol? Ik kan nog niet tegen. Jij hebt mij al een eigen toestand gezien. Ja. Katrien, onze dag keulen zit erop. Spijtig genoeg. Eerst het shoppen. Wat vond je daar eigenlijk van? Ja, dat was heel gezellig. Heel mooie winkels, heel mooie dingen gezien. Heel leuke dingen gekocht. Maar ja, het was eigenlijk een beetje een totaalpakket hier. Want je hebt een hele leuke kerstmarkt. Je hebt echt heel leuke winkels om te shoppen. En ja, die kerstverlichting en de sfeer en de gezelligheid. Dus dat is echt super. En het gezelschap natuurlijk. Ja, ik wil was voor jou of Duitsland de allereerste keer. Denk je nu van ja, binnen een week of volgend jaar kom ik sowieso terug voor te kerstshoppen? Ik ga zeker terugkomen. Ik denk zelfs dat ik volgende week op mijn gemakje ga terugkomen. Dat is echt waar. Ja, want we vandaag hard achter je veren moeten zitten om door te lopen. Hè? Ja, ja, maar de meeste mensen moeten wel altijd achter mijn veren zitten om er iets uit te krijgen. Nu, voor kerstshoppen, doe jij dat eigenlijk jaarlijks naar andere steden of zo? Of heb je daar een favoriet in? Nee, eigenlijk niet. Maar vanaf, ik heb het eigenlijk nog nooit echt gedaan. Maar vanaf dit jaar is dat dus duidelijk Keulen. En de dames hier vertellen mij net dat in Keulen dat je heel veel verschillende kerstmarkten hebt. Ja, op dit moment heb je er 6. Ja. Maar in Aken heb je een hele grote. En dat schijnt ook wel echt een moeite te zijn. Ja, dus eigenlijk zouden we nu nog richting Aken moeten. Zie je er nog zitten? Ik zie dat zeker zitten. Ik zie dat allemaal zitten. Ik ga eerst mijn glowwine nog uitdrinken, als je dat goed vindt. Dat is goed. En dan gaan wij gezellig met z'n tweetjes richting Aken en daarna terug richting Antwerpen. Ja, perfect. Heb jij morgen nog treden? Nee. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Cool. Gaan wij nog eventjes die kant uit, want dat hebben we dat nog niet gedaan. Ah, wel, dat is goed. Cool. Alright. Bye.